Welkom iedereen bij deze nieuwe review. Na 6 jaar, je hoort het goed, 6 jaar ben ik terug bij attractiepark De Waarbeek. Ze hebben inmiddels 2 nieuwe achtbanen, een nieuwe dark ride, attracties vernieuwd, nieuwe flat rides. Het is compleet veranderd, dus ik ben ontzettend benieuwd. We gaan snel een kijkje nemen. Ja, ze hebben een Scare Award gewonnen voor... Tijdens Halloween hebben ze ook gewoon een spookhuis. Ja, ongelooflijk. Een Scare Award. En hier hebben we de plattegrond. Hier zijn we binnengekomen. Nou, hier dat grote meer. Kan je met bootjes daar gaan varen, gaan dobberen. Natuurlijk de achtbaan, de rodelbaan. We hebben de botsauto's binnenin. Nou, we zien nog wat andere attracties. We hebben hier een treintje, ook heel leuk. Hier het nieuwe spookhuis. Erg benieuwd naar ook. Een dark ride. En hier nog een achtbaantje ook. Ah, ik kan me niks meer herinneren. Wel gedeeltelijk, maar het is wel echt veranderd. Ja, de muziek past niet helemaal bij de attractie. Maar dit is een soort loopattractie, hè? Of niet? Ja, dit is gewoon de ingang. Oh, de ingang. Oh, nou, het voelt wel... Het voelt een beetje als een loopattractie zo. Ja, het park bestaat binnenkort, waarschijnlijk als de video online staat, 100 jaar. Ja, dat is eigenlijk echt wel een bizarre prestatie. Vooral voor een park in Nederland. Er zijn, volgens mij zijn er 1 of 2 parken wat ouder, maar ja, het is echt bijzonder. En al helemaal met de oudste stalen achtbaan ter wereld hier. Ongelooflijk. Ter wereld, ja. Zeker. Gaat over ons heen. Nou, ik zie ook een naamswijziging. Rodos Safari. Ja, want deze attractie is ook helemaal vernieuwd met een thema. Je kunt daar al zien, een olifantje. Nou, we gaan maar een ritje maken, vind je niet? Zo, we zitten er klaar voor. En we zien daar allemaal muurschilderingen. Nou, daar gaan we. Ja, dat is lang geleden dit. Ja, voor jou niet zo heel lang geleden, of wel? Nee, ik kom hier eigenlijk jaarlijks wel minstens 1 of 2 keer. Ja. Gewoon omdat het even leuk is om te bezoeken. Ja, voor mij is het 2,5 uur rijden. Ik heb net een lange vlucht gehad, maar... Ja, voor mij 20. Dus, Ik zie allemaal dieren op het dak staan daar. Ik ben benieuwd wat voor dieren we nog tegenkomen. Ah, wat een leuk ding ook, hè. Nou, handjes in de lucht, hè, zo. Ja, dat is wel spannend, hoor. Oh. Hij haalt het ook maar net, hè. Oh. Wat hier ook? Leuk, joh. Helemaal rond het park. Dat was lekker ritje in de rodelbaan, hè? Ja, dat ging goed, ging goed. Ja, dan eigenlijk als we hier uitkomen heb je meteen een nieuwigheid. Hier waren namelijk vroeger een kinderbotsauto en een kindercarousel. Die zijn weg. En dat was hier zo. Ja. Oh, dat was open daar. Ja, klopt. En het leukste is, hierachter is dus nu een spookhuis te vinden. Dat is nu dus niet open, maar het is dus wel tijdens Halloween, tijdens Lost in the Park te bezoeken. Want dan is het echt hun enge Halloween spookhuis, genaamd Lost in the Movies. En ik heb er vorig jaar stiekem een keertje doorheen gelopen voordat hij open ging. En? Toen zaten er nog geen acteurs in, maar ik ben me 3 keer wat geschrokken. Echt? Ja, het is echt heel goed. Okay. Het is echt heel goed. Dus dan moeten we misschien een keer, als we in de buurt zijn, ja, hier achter zit het allemaal. Oké. Okay. Nou, we kunnen aan de overkant ook deze attractie doen. Want die, die is ook vernieuwd. Ik zie ook heel leuk huisjes staan, kan me niet herinneren. Ja, dat is met sprookjes nu gedaan. Oh, met sprookjes? Ja. Nou, Esso heeft even nagevraagd aan de medewerker. De attractie is nu nog even gesloten, want het is glad en de wielen kunnen daardoor slippen. Dus wij gaan een andere attractie doen. Oh, lekker jongen, lekker. Ja, onbeperkt eten en drinken, dat zit ook allemaal bij het park. Dit is portie 1 van de 25? Nou, nee, we moeten ook nog avondeten. Dus gewoon even na 2,5 uur rijden. Prima om te doen. Ja, maar ik zie al een nieuwe achtbaan erachter, ik zie allemaal nieuwe dingen. Ja. We gaan even wat lunchen. Misschien niet heel gezond, maar voor nu even. Ja, we hebben ranja zonder suiker. Nou, deze achtbaan die is eigenlijk verplaatst van een ander park, hè? Ja, eigenlijk wel, want ja, je zou kunnen zeggen tweedehands is hij ook weer niet helemaal, want hij is wel nieuw gekocht, maar in een ander park, namelijk de Falkenier. Dat was een pretpark in Zuid-Limburg, wat in 2021 geloof ik onder water is komen te staan, ja, door de enorme regenval in Limburg. En ja, dat park is niet meer opengegaan, maar de attracties zijn wel verkocht en dus is deze attractie verkocht hier aan de Waarbeek. Een beetje krap, maar het past net. Ja, natuurlijk zo'n oldschool rupsbaan. En hierachter hebben ze dan ja, nieuwe uitbreidingsmogelijkheden. Het is niet super groot, maar daarachter kunnen ze lekker bouwen nog. Dus wie weet komen daar nog wel nieuwe attracties te staan. Natuurlijk het vakantiepark. Staat los van de Waarbeekse Hessel. Daar gaan we! Woe! Hoppakee! Ja, het is natuurlijk super dat zo'n park als dit gewoon al 3 achtbanen heeft. Een dwarkwijt. Het is gewoon een hele goede investering. En voor kinderen is dit super leuk om te doen. En stiekem ook een beetje voor ons. Nou, de medewerker vertelde mij dat bij het 100-jarig bestaan van het park dat ze deze attractie gaan openen. Het is wel een tweedehandsattractie, maar voor het park is die helemaal nieuw. En die stond in Koningin Julianentoren. Ja, de attractie is nu nog gesloten, maar dadelijk komt de TD, technische dienst, en die gaat hem aandoen voor ons. En kijk, voor ons stelt er misschien niet heel veel voor die attractie, maar voor kinderen, wat ik al eerder zei, is dit gewoon hartstikke leuk. En voor zo'n park als dit, een mooie investering. Ook nog een leuk muziekje. Nou, gezellig. Hey, hey, hey. Schildpadjes. Heftig. Ja, zo nou is jouw beurt. Ga maar plaats nemen. Allemaal in Michael. Ja, deze attractie staat er ongeveer 2 jaar, begreep ik. Voor mij dus weer niet helemaal nieuw. Maar succes, Hessel. Ik ga wel kijken. Het ziet er ook zo droog uit. Ik zeg eerlijk, het zal best qua onrijd heel leuk zijn, maar vanaf de buitenkant ziet het ook heel leuk uit. Nou, dat is best wel bijzonder, want dat deukje wat je ziet in de achtbaan, dat stamt nog uit de Tweede Wereldoorlog. Ik geloof 1943 zijn er hier in Hengelo, in de stad hiernaast, bombardementen geweest. En die hebben best wel wat schade veroorzaakt, waaronder dus ook hier aan de Waarbeek. Want ja, de Waarbeek bestaat al 100 jaar dus. Maar toen is de rodelbaan ook beschadigd geraakt. En dat kun je dus zien met ja, een deuk en een paar gaten en de supports. En het mooie is, dat hebben ze nooit gerepareerd. Dus dat is eigenlijk een monument bijna aan de oorlog, dat hij die heeft overleefd hier. Dus ik vind het altijd heel bijzonder en heel leuk om aan mensen te laten zien. In een van de bochten zit dat. Dus, ja, leuk. De nostalgie dan. Het is heel nostalgisch, het is heel bijzonder, want dat zie je eigenlijk nergens. Nee. Zeker niet met achtbanen die zo oud zijn. Dus, nee. Ja. Ja, dat is mooi. Ja, vet. Cultureel stukje. Cultureel erfgoed. Ja, dat was het. We gaan naar een vernieuwde attractie, de Dino Discovery. Het is een treintje en die gaat langs allerlei decoratie. Ja, ik ben benieuwd. We gaan hem doen. Ja, je handen niet uitsteken. Nee, kijk uit. Kijk uit. Nou, gezellig toch? Een soort safari-tripje. Zo kan je het doen, toch? En ook een slang erboven. Ja, dit heet echt Dino World, het hele gebied. Er horen dan een paar attracties bij. We hebben ook nog een grotje. Ik ben benieuwd wat je daar gaat inzien. En wat je hier ziet. Oh, een nieuwe achtbaan, ja. Wat gaaf dat hij gewoon in het midden staat. Heel tof. Ja, hij past perfect aan. Past perfect, ja. Die nou hier? Ah, kijk nou. Allemaal kleintjes. The Rocking Roger. Oh, dat is leuk gedaan. Dat de vulkaan, dat ze die allemaal zelf hebben gemaakt, een mega vulkaan. Ik weet niet of die op uitbarsten staat, maar... Let maar op. Oh, oké. Zo, kijk eens wat een beest, joh. Ja. Mooie aankleding. Zo. Oh, er kwam een vlam uit, of niet? Ja, nu een kleintje. Ik zag net een wat knop. Ik zag er wel wat, ja. Wauw, dat is wel heel vet gedaan. Al die rook ook. Ja, dit vind ik vet. Leuk element. Ondergespoten. Kijk, hij is giftig, hè? Ja. Lekker. Ja, dat was wel weer een hele leuke attractie. Ik herken hem echt niet meer terug, dus dat is heel mooi. Dat is positief. Ja, toch? En ik zie daar wel echt iets heel vets, namelijk het spookhuis. Ja, en ik denk dat ik weet waar we heen gaan nu. Ja, ik ben daar zo fan van. Eigenlijk vanaf het begin af aan was ik al zoiets van, daar moeten we heen. Ja, maar je moet ook wel een beetje wat voor het laatst bewaren, hè? Is ook zo. We zijn nog niet klaar, maar... Nou, ik vind het al heel mooi aangekleed. Deze attractie is open vanaf 11 uur. Nou, we gaan het zien. En de flinke scare dadelijk. Oh, oké, dit is gaaf. Televisie. Wat een gastfestijn bij Carnavalsland moet u zijn. Alles voor plezier en veel plezier. Weet u niet wat we vragen? Dan kunt u het altijd de werklui van Carnavalsland vragen. Maanden grotinglijst voor een ieder zal er iets te vinden zijn. Komt allen naar Carnavalsland in Borne. Allah! Het is eigenlijk allemaal reclame, gewoon random op de televisie, heeft niks met de attractie te maken. Maar wel gaaf te aankleden tot nu toe. En er zijn alle dingetjes binnen. Zullen we kijken? Ja. Oh, het is wel echt donker, hè, Sol? Het is echt... Het is echt spooky dit, joh. Moet ik even kijken naar de foto's hier. Oh. Oh, dat handje beweegt ook. Oh, dat is nieuw. Oké, nou. Hij is wel aan het schrijven of zo. Oh, er zit ook iemand hier. Wat een griezel, joh. Maar die zit al wat langer dan vandaag, zie ik. Ik vind het al heel gaaf, de aankleding zo. Het geeft al een goede sfeer van de attractie zelf. Oh, wat ziet dit er vet uit, joh. Nou, hier is het treintje. Wij gaan ergens zitten. Nou, ik zit helemaal vooraan in de trein. Dan kan je dus alleen zitten. Kijk, dat het met z'n tweeën een beetje krap is. Maar we gaan het zien, ik ben benieuwd. Goedemiddag allemaal en welkom bij HuizenBellen. Ik heb 2 regels. Een minderlijke regel, dat is dat u de handen en voeten tijdens de rit in de boordjes moet houden. Ik heb het zelfs niet geschreven, maar goed, dat moet mij niet. De tweede regel, die heb ik wel zelf geschreven, u mag zelfs vertellen als u het wil. Dat doet mij hard goed. Is iedereen er klaar voor? Ja! Jullie zijn toch verder gegaan. Nou ja, welkom in de geheime werkkamer van mijn overgrootvader. Zoals jullie zien heeft hij in het geheime hypermoderne supersolarium tijdmachine gebouwd. En jullie zitten erin. Nou ja, die eerste testrondes die zijn niet helemaal goed gegaan, maar fijn dat jullie het nog een keer willen proberen. En laten we dan ook maar snel beginnen. En jij daar in die witte lapjas zitten alle bezoekers goed vast. En zijn we klaar om te vertrekken? Iedereen is goed vast en kan vertrekken. Fijn. Nou, laten we dan ook maar snel beginnen. Ik zorg er in de machinekamer voor dat er genoeg stroom is. En daarna mag jij de machine starten. Daar gaan we. Tellen jullie mee? 3, 2, 1. Wat een stadje, joh. werkkamer en fantastisch goed gedaan. Mede dankzij jullie mogen wij dit een succesvolle testrit noemen. Een applausje voor jullie zelf. Dit avontuur blijft natuurlijk wel onschrijfbaar. Deze machine mag niet in de verkeerde handen vallen. Wie weet wat er mee zou kunnen gebeuren. Bedankt voor jullie hulp en nog een hele fijne dag. Later. Nog een hele leuke dag op de Waarbeek. Ja, ik vond het hartstikke leuk. Voor zo'n klein park als dit is dit fantastisch. Het is een kleine korte rit, veel te zien, veel decoratie, 360 graden om je heen. Overal wat details te spotten. Ja, ik vond het heel leuk. De samenwerking met de schermpjes, met de beelden. Ook tijdens de rit zag je ook allemaal televisie met een soort verhaaltje erin. En de tweede rit heb je weer een ander verhaal op de schermen. Althans, het loopt door, het verhaal. Ja, het is echt heel leuk. Leuk gedaan. Ja, sorry, ik vond wel één dingetje. Weinig animatronics. Ja, maar je moet natuurlijk wel beseffen, het is wel de Waarbeek, hè. Ze hebben niet het budget wat de Efteling heeft. Nee, en ik moet zeggen, toen ik hier voor de eerste keer inging, was ik helemaal verrast. Want ik wist totaal niet wat ik me van een dark ride van de Waarbeek moest voorstellen. Maar ik ben sowieso heel positief verrast door deze. Absoluut. Het is de eerste en van misschien wel een volgende. Nou ja, deze is ook goed. Het spookhuis, het loopspookhuis met Halloween wat ze hebben gebouwd is al heel goed. Dus wie weet wat ze hier gaan bouwen. Ik hoor hem ook! Vincent, nee. Je kunt je best doen, nee. Maar... Nee. Ik ga een klachtje dienen, nee. Ja, ik zou het doen vooral. Want dat is wel de highlight van het park, hè? Nou ja, een dino-thema. Ja, het is wel een leuke achtbaan. Altijd goed. Nou, misschien zometeen. Ja, wie weet. En anders kom je wel terug. We gaan nog een kroketje eten, denk ik. Ja, allemaal voor het lijden en voor het leed, hè? Ja, we gaan deze eens doen, de swingmail. Nou, we gaan eens even plaatsnemen. Nou, Hessel zei dat ik beide handen moet gebruiken voor het beste effect, dus ik zal niet alles filmen, maar ja, in principe ga je dan swingen. Oké. Oh, oké, je botst dan tegen de zijkant ook. Oh. Je trekt eraan en dan laat je los. Woe! Ja, dat was echt een hele leuke attractie en het voordeel van een rustige dag, de medewerkers die openen persoonlijk de attractie voor je, want ja, de draaimolen is nu gesloten en de medewerker heeft net dan de swingmail geopend en we gaan nu naar de draaimolen. Er is trouwens een nieuwe aanwinst en je ziet ook heel mooi het logo 100 jaar Waarbeek staan. Ja, dus, deze komt trouwens uit de Apel. Mooi ding. Nou, ik zit op de capybara. Komt goed. De mier eten voor jou. Heerlijk. Gaan we. Ja, dat is oprecht een hele mooie draaimolen. Heel veel details ook. Ja, ik vind het best heftig hoor. Hij gaat niet harder dan dit, hè, zo zijn de medewerkers. Ik vind het heel heftig. Hij gaat hard. Geen kracht hier. Oh! Zo, we gaan even botsen. Hey. Ik ben net begonnen, man. Ja, goed dat hè. Ja! Memories in de Waarbeek. Wat een nostalgie. En de botsauto's zijn altijd gebleven. Echt zo'n kanootje huren en zo. Nou, die zijn allemaal weg, deze attracties. Jammer. Maar ja, er komen weer hele mooie nieuwe attracties voor terug, toch? Zeker. Ik bedoel, als je als park zijn nog 100 jaar bestaat, moet je ook wel blijven innoveren, hè? Ja, absoluut. En dat gaan ze zeker doen. Absoluut. Maar mooie dingen aan. Wat het wordt, dat weten we niet. Nee, dat moeten we afwachten. Ja. Hey, we gaan naar het belangrijkste van vandaag. Niet de uitgang. Ja, ook. Misschien. Souveniertjes. Ja, we zagen aan het begin van het park al heel mooie souvenirs met 100 jaar bestaan van het park. Dus. Palace Postkantoor. Kijk, er draait ook nog een papegaaitje rond daar. Oh ja. Leuk joh dit. Tekening ook. Kijk, leuke magneet. Van de rode baan, de safari baan nu natuurlijk. Nog meer magneten. Ja, en dit soort artikelen komen natuurlijk van prepparkwinkel.nl. Ga zeker kijken, want daar staan ook mijn pins op. Dus zeker checken. Zo, we zijn geslaagd, Essel. Ja. Een hoop pins gekocht. Ja. Ja, ik heb er een stuk of 4 weer bij. Mooi. Heerlijke dag. We beginnen te onweren, dus heel veel attracties gaan ook sluiten. We hebben eigenlijk alles al gezien. En het wordt tijd om de video af te sluiten. Ja, helaas de achtbaan niet, maar daar komen we voor terug. Daar komen we zeker voor terug. En wie weet nog andere attracties en vernieuwing in het park. Ja, het is altijd leuk om hier even terug te komen bij de Waarbeek. Het heeft altijd wel een nostalgisch gevoel. Het voelt een beetje als een thuisparkje voor mij. Ik bedoel, het is 20 minuten rijden naar mijn huis toe. Dus ja, ik vind het altijd gewoon leuk leuk om hier even een rondje te lopen en om gewoon de rode baan mee te pakken, wat toch wel een beetje de highlight van het park is, vind ik zelf. Ja, vond je dat nou een leuke video? Laat wel even een duimpje achter. Ben je nog niet geabonneerd? Klik op abonneren en tot de volgende keer bij weer een nieuwe review. Doeg! En trouwens, nog gefeliciteerd hè, Waarbeek, 100 jaar. Ja.